Vanuit het Microsoft-kantoor is dit IT Next met Elze-Mieke Havinga. Welkom bij IT Next, een programma over cloud computing. Cloud computing. Een aantal mensen kent het, maar een heleboel mensen kennen het ook niet. Is het nieuw, is het oud? Daarover gaan we praten met deskundigen en met u. U kunt meedoen met dit programma en dat betekent dat u via Twitter of via onze site uw vragen kunt stellen. Ja, en inmiddels aan tafel met een drietal heren die veel verstand hebben van cloud computing. En ik stel ze graag aan u voor. Cloud computing, dat is gewoon een nieuwe term voor iets wat al heel lang bezig is. Als ik nu de IT-directeur zou zijn van een nieuw startend bedrijf. En ik heb IT-diensten nodig. Denk je echt dat ik zelf een rekencentrum ga neerzetten? Dus gewoon een kast waar al je hardware... Ik haal het gelijk uit de cloud natuurlijk. Dus eigenlijk moeten de IT-bedrijven investeren in storytelling. Hè? Het verhaal van het jongetje met de vinger in de dijk was ook zo'n verhaal. Nooit gebeurd, maar het hielp wel. Nu we het er toch over hebben, waarom heb je überhaupt een enorm kantoor nodig? Alle hardware en software die je maar kunt bedenken, alle data die je nodig hebt. De cloud maakt ze altijd en overal beschikbaar. Maar wacht even, we hebben een vraag van een kijker. Wordt het niet tijd dat Ron Toledo toch maar eens minister van IT wordt? Is dat de balken en de norm dan? Kortom, cloud computing gaat de wereld drastisch veranderen.